wens om een fietspad te krijgen van Mandeveen naar Tubbergen is een lang gekoesterde wens vanuit de Mandeveense bevolking. Vanwege verkeersveiligheid vooral uiteraard, schoolgaande kinderen die elke dag heen en weer van Mandeveen naar Tubbergen moeten, maar ook om het achterliggende gebied toeristisch aantrekkelijker te maken. Uiteindelijk zijn we met de gemeente overeengekomen dat er een fietspad zou komen. En de gemeente heeft dit opgepakt in samenwerking met uiteindelijk het bedrijf Roelofs. Roelofs heeft contact gezocht met het dorp, met de werkgroep verkeer en zo zijn we tot planvorming gekomen. Goede communicatie gehad met Roelofs, goede contacten. Ze hebben regelmatig om tafel gezeten om de voortgang te bespreken. Regelmatig ook gezamenlijke nieuwsbrief uitgegeven waarbij zowel Roelofs aangeeft hoe de stand van zaken is, maar wij ook vanuit het dorp aangeven hoe wij daarin meedenken. Dat is gewoon redelijk goed verlopen en in die tijd hebben we toch best een langlopend proces goed vlot kunnen trekken. Hebben we een prachtig mooi fietspad gekregen. Met de realisatie van het fietspad Mandeveen naar Tubbergen wilde de gemeente Tubbergen invulling geven aan de thema's duurzaamheid en circulariteit. We hebben gebruik gemaakt van duurzame beton. We hebben gebruik gemaakt van biobased materialen. We hebben gewerkt aan de biodiversiteit op zichzelf. En we hebben behoorlijk veel tijd en energie geïnvesteerd in het herstel van het groen wat wij hebben moeten verwijderen voor de aanleg van dit fietspad. Daarbij hebben wij veel ondersteuning gehad van Mandeveen zelf.